De eerste funderingspaal van de nieuwe shorebase is geheid door de president van het land, Chandrika Prasad Santokhi. Dus een belangrijke mijlpaal voor het project. This is Susanna'sdal on the right side of the Suriname River. The oil is found some 200 kilometers offshore, more or less. The Golden Lane, it's called. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste locatie is voor Suriname om deze offshore supportdiensten te leveren. Niet alleen voor de directe offshore wereld, maar met name de groei eromheen. Onze infrastructuurontwikkeling eromheen is het gewoon een heel groot pluspunt, deze locatie. Vandaar dat we het aangedurfd hebben en van start zijn gegaan. Wie doet er mee aan dit project? Of van wie is het? Het project is van een joint venture tussen DP World, Paramaribo, HJ Group of Companies en Firm Engineering. Die drie partijen hebben het initiatief genomen om hier een haven te bouwen. En hoeveel gaat het kosten? We praten over een richting $125 miljoen voor de basisinrichting van de shorebase te Susanna'sdal. De normale support aan die offshore industrie zijn de offshore supply vessels. Dat zijn eigenlijk als grocery carts, shoppingkarretjes. Die gaan vanuit de platformen naar de haven, spullen halen, spullen brengen. Stalen buizen, cement, materiaal, reserve, onderdelen, voeding, etc. Dat zijn de normale operations. Echter heb je voor met name het installeren van lange buizen, buislengtes offshore, heb je een andere manier van werken. En dat heeft een spoelbase nodig. Wat je dan krijgt is dat een schip hier komt met een grote spoel aan dek. En eigenlijk rolt hij de buis die je aan land gelast hebt volledig op. Maar dan moet je een lengte hebben van 2 kilometer. Loodrecht op de rivier. Waar je de buis voorbereidt en die wordt dan in 1 keer zo op je spoel gedraaid. Dat is ook hier mogelijk. Ja, hier op Susanna'sdal hebben we voldoende ruimte en alle mogelijkheden om een spoelbeest te faciliteren. En dat is bijzonder, niet alleen voor Suriname, maar in de hele wijde regio is er geen spoelbeest. Dus als wij dat voor elkaar krijgen, dan zou het niet alleen betekenen business voor onze eigen offshore activiteiten, maar ook voor de regio die we zouden kunnen bedienen. En waarom hier? De locatie Susanna'sdal heeft heel veel voordelen als het gaat om ondersteuning naar die offshore oil and gas. Nummer 1 is het heel dicht bij de monding. Dat heeft voordelen in tijd alleen al. Dat is 1, maar 2, ook voor Suriname heeft het heel veel voordelen als we al die offshore support schepen, dat zijn de schepen die op en neer varen tussen de platformen en de haven, als we die niet langs het drukste deel van de Suriname rivier hoeven te brengen. Niet langs de waterkant, niet om de Goslar heen, niet langs de haven, niet onder de brug door, etc. Dat heeft daar voordelen vanwege risico en liability, etc. Een ander groot voordeel van deze locatie is de rivierdiepte. Hier, de Susanna'sdal, heeft de Suriname rivier een diepte van richting 8 meter bij laag water. Niet in een geultje, maar over het grootste deel van de rivier is die 8 meter. En dat is heel veel. We zijn bekend met het baggerproject dat nu gaande is, waar we praten over de vaargeul van 4,5 meter. En we hopen nu te gaan naar 5,5 meter. In dit deel heeft de Suriname rivier van nature al 8 meter diepte. Dus dat is een heel groot pluspunt voor het ontwikkelen van een haven.
gaat om het een basis leggen. Er zijn ook uitbreidingsmogelijkheden. Klopt, we beginnen met fase 1. Dat is een haven met een kade van 200 meter. Waardoor je 2 offshore supply vessels tegelijk kan bedienen. Maar het terrein dat de joint venture hier heeft, heeft 1 kilometer rivierfront. Dat betekent dat je nog 5 keer zo groot zou kunnen worden aan de havenzijde. Maar het is niet alleen de havenzijde of de waterzijde. Het achterland praat over een totaal van 330 hectare. Dus dat is gigantisch veel ruimte voor ontwikkeling. Voor ondersteunende diensten naar die offshore oil and gas industrie toe. Dat is belangrijk, denken wij. Weten wij, menen wij, is uit de onderzoeken gebleken. Als je 1 locatie kan hebben waar al die ondersteunende diensten samenkomen, op 1 terrein, dan heb je eigenlijk de beste situatie voor ontwikkeling van de rest van je land. Je wil niet te veel van die oil en gas traffic op de openbare wegen hebben. Niet te veel door je rivieren hebben. Als we dat allemaal hier kunnen concentreren, is het voor de offshore oil companies een groot pluspunt, maar ook voor Suriname een heel groot pluspunt. Schepper, dat iedereen veilig mag werken, geen ongelukken mag gebeuren. Dat het project helemaal veilig afgerond mag worden. En dat ook Schepper ons daarvoor de zegen geeft. En ook Agromama Tajazo, dat Agromama ons zorgen dat het project in Wakabo. En dat het project een bon passie zou zijn ontwikkeling die had onder de ASEGI en Matragato. Randangi! Hoi! En laat mij beginnen om de Surinaamse samenleving te feliciteren met dit gigantisch project tegen de achtergrond van de ontwikkeling van onze oil en gas industrie. Tweede, wil ik ook feliciteren betrokken bedrijven, maar meer nog hen bedanken en complimenteren voor hun durf, moed om te investeren, om te starten nu. Gaande naar een traject waarbij we over enkele jaartjes dat kunnen zijn wat ik nog recentelijk afgelopen weekend heb kunnen zien in Point Lisa op Trinidad en Tobago, waar gigantische industrieën ontwikkeld zijn op het gebied van oil, gas, maar ook de fertilizer industrie, nutrition. Hoe dat allemaal ontwikkeld wordt. En dat gaat Suriname worden. En jullie nemen de eerste stappen.